enig idee wat ze hier aan het doen zijn? Aan het smeden. En wat zijn ze aan het smeden? Een zwaard. Een scharnier, maar we weten het natuurlijk niet. Dus wacht even afwachten en goed kijken. Het Zuiderzeemuseum is zo'n beetje de enige plek in Nederland waar de Zuiderzeecultuur, of ook wel visserijcultuur, bewaard is gebleven. Met de komst van de Zuiderzeewet, precies 100 jaar geleden, is er veel veranderd. Zuiderzee werd IJsselmeer, we hebben nieuw land erbij gekregen. En voor die mensen die 100 jaar geleden leefden, had het een enorme impact op hun dagelijks bestaan. De komst van de afsluitdijk betekende de nekslag voor de visserij. En daarmee verdwenen er veel oude ambachten. Al die mensen die rond de Zuiderzee woonden, die waren bang dat een stukje van hun identiteit, die toch te maken had met die visserij en al die tradities die daar omheen hingen, dat die verloren zouden gaan. Dus toen is ze besloten om het Zuiderzeemuseum op te richten. Hier is het straatbeeld nagenoeg hetzelfde als 100 jaar geleden. Met originele panden van dorpen rond het IJsselmeer. En ook veel oude ambachten worden hier nog beoefend. Dit zijn toch beroepen die eigenlijk gewoon vrijwel uitgestorven zijn. Dat zijn allemaal fabrieken tegenwoordig. Maar dit is echt nog het klassieke handwerk. De touwslagerij, kent u dat nog van vroeger? Nou, ik ken het als woord, maar daar ben ik denk ik nog niet oud genoeg voor. Houdt wel wat in stand, denk ik, ook voor het grote publiek. Vroeger kon een kind in de stad rondlopen en een smid aan het werk zien. En dat is helemaal verdwenen. En dat vind ik ontzettend jammer. Ik denk dat het altijd goed is om te weten waar je vandaan komt. Hè? Niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties hierna. Hè? Vanuit je historie leer je over de toekomst. Dus in die zin vind ik het heel belangrijk.